Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee vandaag. Nou, zoals jullie zien sta ik op de waskamer. Dat moet ook nog allemaal gedaan worden, gewassen en dat soort dingen allemaal. En ja goed, we hebben heerlijk geslapen, heerlijk ontbeten. En heerlijk koffie gedronken. Hele goeiemorgen, ik ga me verzorgen aankleden. Hele goeiemorgen vandaag, kijk gezellig met ons mee. We gaan dadelijk inderdaad wat wel te zeggen verzorgen aankleden, want daar niet tel ik voor mijn wedstrijd. Voor de rest weet ik niet hoe we het lopen hebben. Misschien wel wat plannen voor vanmiddag, maar die zijn nog niet definitief. Nee. Dus kijk gezellig mee vandaag. Doedoe. Ja, dus goed, hij heeft vandaag een uitwedstrijd. En dat is richting Eigelshoven is dat. We zijn er al een keer geweest. Maar dat is een hele tijd geleden, ik geloof 2 jaar geleden zijn we daar ook een keer geweest. Dus het is wel leuk om weer daar terug te gaan. Dus in ieder geval, wat Linda zegt, heel veel kijkplezier vandaag. En geniet van de beelden wat ik ga maken. En we gaan er een hele mooie dag van maken. Ondanks het koude weer, 's morgens en 's avonds, proberen we toch er heerlijk wat van te maken nogmaals. Dus in ieder geval, heel veel kijkplezier vandaag. We moeten over een half uurtje moeten we weggaan. Dus we gaan ons verzorgen aankleden. Linda is al bezig. En dan even kijken. Misschien tot ik al wat afgehalen en een wasje aanzetten. En dat soort dingen allemaal. Want dat moet ook gebeuren. En dan, goed. Dan gaan we dat eerst even doen. En dan kom ik zo bij jullie. Ja. Dus, in ieder geval. Toi, toi, toi. En dan weten jullie. Tadaa! Alle was is afgehaald. De strijk laten we heerlijk lekker liggen. Dus ik heb me aangekleed en verzorgd. En, oh ja, had ik al gezegd. En dat is er ook helemaal klaar voor. Ja. Hebben de was hebben we aangezet. En dan, daar gaan we zo. Dus in ieder geval, je ziet ons zo in de auto. We zijn helemaal klaar. Ik heb me die jas aangedaan, want het is toch wel wat frisjes deze ochtend. En ja goed, wij gaan op naar de auto. Wij zitten in de auto en we gaan op naar het voetbalveld. Ja. Naar Eigelshoven. Wij zijn op de bestemming, zijn we aangekomen. En het is hier. Ik moest even omrijden, want er waren wat omleidingen. En ja goed. Morgen even kijken wat ze moeten voetballen. Dus. Tadaa! Gelijk reclame maken. Wij staan hier op het voetbalveld, zoals jullie zien. De jongens zijn zich aan het voorbereiden. Ja goed, Linda staat daar. We zijn net even naar de kantine geweest. Dan had zich gemeld bij de trainster. En ja goed, hier zijn we al een paar keer geweest. Ik geloof 2 keer, geloof ik. Dit is nu de 3e keer dat we hier zijn. Dus dat is altijd wel leuk. Dus. Ja, dus in ieder geval, ik ga de camera omdraaien en dan gaan we genieten van de wedstrijd. Ik zal wat beeldjes maken en dan komt alles dik in orde. Yes! Zijn zich even voor en bereiden. Bam! Dan schiet hem zo erin. Oh, de keeper schiet op de lat. Leuk. Nou, ze moeten zich gaan verzamelen. En dan zal de wedstrijd zo gaan beginnen. De tegenstander staat er klaar. En dan gaan we het zien wat de wedstrijd wordt. Nou, de opstelling is al opgesteld. Ze staan op zijn plaats waar ze moeten staan. Dus de wedstrijd gaat zo beginnen. De wedstrijd is begonnen. Op de keeper. Boom, op de keeper. Yeah.
Bijna. Oeh, 1-0 voor die andere. Mooi keeper. Goed zo keeper, netjes. Ah, Daan is in het veld nou. Daan moest wachten. Jammer. Goed zo, keeper. Hopla, mooi. Daan werd getackled. Een vrije trap. In de handen van de keeper. Goed gedaan. En Linda staat daar, dat is de club. Mooi, goed zo keeper.
Mooi. Super corner. Oh, we hebben nog pauze. Komt dadelijk. Korte pauze. De wedstrijd is begonnen, wat ik al zei. Nou, ik sta nu aan deze kant. Er is een keeperswisseling geweest bij Groene Ster. Dat is wel mooi. Kijk, en hier is een beekje. In het bos. Ja. Leuk, hè? Weer maar die kant op. Mooi. Oei, dat er een op de grond gelegd. Dat is de keeper zelf. Ja, goed, kan gebeuren. Het is een keeper. Daan heeft gescoord. Volgens mij staat het 3-1 voor Groene Ster. Ja, weer een goal, Daan. Goed zo. Lekker. De trainer is een beetje boos, want die had net met die tas met water gegooid. Ja, goed. Volgens mij 4-1 voor Groene Ster. Weer een goal voor Groene Ster. Netjes. Ze komen terug. Maar Daan heeft nog niet gescoord. De stand, dat zal ik strakjes nakijken, maar volgens mij is het 5-1, dacht ik. Weet ik niet zeker, maar de trainer schrijft het altijd op. Onze trainer van Groene Ster. Ja, ze beginnen meer te tackelen. Bijna erin. Dan had corner geschoten. Of vrije trap. Hij schoot hem bijna erin, de goal.
Goed zo, keeper. 1-2. Goed zo dan. Oeh, jammer. Goed. Oh, goed zo, corner. Mij is het afgelopen of er is rust, ik weet het even niet. Maar goed, merk jullie zo. Weer een golven groene ster. Netjes. Jammer. Bijna een goal. Weer een golven groene ster. Netjes. Je zit in de auto. Ja, en we gaan op weg naar huis. We hebben gewonnen met 7-1. Yay! Dus, goed gedaan Daan. Ja. Daan heeft een pakje gescoord, hè? Ja, 3 keer. Oké. Okay. Ja. Nou, in ieder geval, wij gaan richting huis toe. We gaan Eggelshoven verlaten. En dan zien we ons dadelijk thuis. Zoals jullie zien zijn we weer thuis aangekomen. Linda is zich wat drinken aan het schudden. Het was een hele leuke wedstrijd. Daan zit nog in zijn tenue. Ja, ik heb alleen mijn schermbeschermers. Ja. Wat hebben jullie gemaakt? 7-1. Dus ze hebben goed gevoetbald. Een leuke wedstrijd was het, hè? Hoe vaak heb je gescoord? 3 keer. Oh. Ik ben topscorer van dit seizoen. Volgens mij is hij topscorer van dit, wat hij al zei. Dus, en dat is ook wel en mooi. En ik had een goal gemaakt, waar ik gewoon een hakje deed. Ja, ik hoop voor hem dat hij ooit gepromoveerd wordt of naar gescout wordt naar een andere club. We gaan het zien en ja goed, zoals jullie zien gaan we heerlijk even tosti maken. Want Daan wil een tosti. Ja, die is goed, ja. Oh. Alsjeblieft. Nou, dan ga ik ook even een tosti maken. Ik weet niet of Linda ook een tosti wil. We hebben echt een tosti-familie. Tosti-familie? Majos. Huh? Dus in ieder geval, we gaan dat even maken. Nou, wie staat naast me? Nou staat Linda naast me. Ik heb de tosti van mij heb ik erin. Tadaa. Die moet nog heel even, want normaal gaan we in een kantine, gaan we dan ook wat eten. Tenminste, Linda en Daan. Ik persoonlijk heb zoiets van, oké, ik heb er niet zo'n trek in. Dat kan. Dus, maar in ieder geval, ja goed, maken we een keer thuis tosti. Ja. Dus even wachten, dan is mijn tosti klaar. Kijk, en mijn tosti hoort een lekkere saus. Tadaa. Kijk de letter. Van familie Meijers. Tosti. En we hebben heerlijk even lekker nog gechilled. En lekker nog gegeten. En opgeruimd en dat soort dingen allemaal. En ik heb nog even nog de was weggewerkt. Wat er nog lag. Dus in ieder geval, wij gaan even weg. Ik neem jullie mee en dan ik laat jullie verrassen waar we naartoe gaan. Toedeloe. Daar is het Maanplein. Linda komt eraan. En dit is het Spoorplein.
van station Heerlen, wat ze hier hebben gebouwd. En dat is hier. Dat is eigenlijk de ingang van naar de stad te gaan. En hier is het station van Heerlen. En daar ga je de trap af en daar ga je de binnenstad in. Dat is de woningbouwvereniging. En hier is dat, het maandkwartier. Komt Linda. Kijk, dit is het station. En zo ga je naar de treinen. En die kant ga je ook naar de treinen toe. Tada! En dat is dat maankwartier. En hier ga je ook naar het spoor. En zo is dat. Nou, ik ga terug naar Linda. Oh, we niet te lopen. En wat is dat? Springkussen. Het is gezellig druk. Die zijn cavia's, die zit daar nou in. En dan gaan we dit verlaten en dan gaan we even de stad in. Of tenminste, dit gaan we verlaten en dan ja. Wat gaat Daan doen? Tadaa! Daan gaat schieten. Oh, jammer. En de tweede poging. Helaas. Oh, jammer.
is dat brand? Nee. Kunnen ze gewoon, de kinderen kunnen gewoon kijken. Street dance. Chic. Nee, kijk hem met de ogen dan. Dan is het een tikken. Dat is hier. Nou, wij gaan die kant op, richting auto. Hier ga ik voor. Daan heeft een koffer uitgezocht. Huh? Wat heb je in je handen? Hij zegt niks. Wij gaan de stad verlaten. Daar is het station. Kijk, een mooie schilderij op de muur. Hè? Chic, hè? Ja, dat is in ieder geval. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Want wij gaan nu richting auto. En dan gaan we het nog zien. Wij zitten in de auto en we gaan denk ik op naar huis. Maar dat merken jullie wel vanzelf. Yes! Dat is in ieder geval, het was heel erg leuk in de stad en we hebben heerlijk genoten, dus ja. Nou zit een auto wat jullie zien en dan gaan we even weer verder. Waar gaan we naartoe? Wij zijn op de bestemming, zijn we aangekomen om wat te gaan eten. Jullie horen het al. Wij zijn bij McDonald's in Sittard, bij het Fortuna Stadion. Ja, dus we gaan even naar binnen. Het is vrij druk hier, dus ja. Dan gaan we het zien. Ik ga even een plaatje zoeken. We hebben eten besteld. We hebben hier een tafeltje. En dan moeten we even wachten op de bestelling. En dan kunnen jullie zien wat we hebben, wat we eten hebben besteld. Kijk, mooi nummer. Afgerond nummer. Ja, Daan heeft dat gekocht. En dan is ook aan het wachten. Ja. Dat is in ieder geval. Even wachten op het eten. Het eten hebben ze gebracht. Kijk. Met een hamburger. Cola. Alleen de frietjes waren wat te hard gebakken. Dus, Linda heeft kip nog gebracht. Daan had een happy meal. En even. Pokémon kaarten zijn nog schijnbaar in de actie hier. Dus nou, smakelijk eten. Nou, we hebben een fan. Zeg maar, hallo kijker. Super. Nog een fan. Hallo. Nou, we zijn eerlijk nog aan het eten. We hebben de frietjes gebracht. Nou, we hebben eerlijk gegeten. We gaan een plaatje verlaten. Daan heeft de uitgang al gevonden. Kijk. Doedoe. Pak gewoon de nooduitgang. Nee, kom. Oh, je moet je uitkijken. Ja, hier. Hier is, voor de McDrive. Nou, ik heb een krantje meegenomen. Dat is de AD. Ja. Mocht ik meenemen, want ik heb erom gevraagd. Dus dat was het goed. Hè? Als je doet vragen, krijg je antwoord. Dus een ja of een nee. Nou, in ieder geval, we gaan richting auto. En ik zeg McDonald's en het zit dat geleden staat. Dankjewel. Wij zitten in de auto en we gaan weer. Hoppa. Yes! We gaan even. We zijn hier bij de Jumbo aan de overkant. Dus Linda moest nog even wat hebben. En dan gaan we kijken. Nou, we zijn binnen, dus we moeten even wachten.
Even kijken. Nou, we gaan de Jumbo verlaten. En dan gaan we in de auto. Auto, auto, wij gaan in de auto. Auto, auto, wij gaan in de auto. Auto. Nou, wij zitten in de auto. Oh, radio uit. Linda moest zeep hebben. Maar dat is de dorfzeep. Die is waarschijnlijk niet meer te verkrijgen. Dus ja goed, dat is wat het is. En we doen er weinig aan. Dus in ieder geval, ik ga de riem om doen. Ja, nou heb ik hem. Dus in ieder geval, wij gaan naar richting thuis. En dan zie je ons zo thuis. Toedeloe. We zijn even gestopt. En we gaan even hier bij Jan Linders even proberen. Of ze het daar wel hebben. Kijk, dat is hier. Aan de grote straat hebben daar de auto's staan. Dus we gaan even naar binnen. Kijk, dan zijn we daar. Even daar een kleine karretje. We zijn bij Linders geweest en ze hadden daar ook de dorfzeep niet. Maar we hebben wel sponsjes. Die waren we ook vergeten. En deze Jan Linders is ook nog schijnbaar open. Wow, kijk! Ja. Dan even een muntje van Jan Linders als aandenken. Dus in ieder geval, we gaan naar de auto. Zo, en dan zijn we toch genoeg uitgeshopt voor vandaag, hè? Ja. Jawel! Hij had SpongeBob, ja, inderdaad. SpongeBob! Was de laatste daar, dus. Ja, goed, ik weet niet hoe lang deze Jan Linders hier blijft, dat weet ik dus niet, maar. Weet ik ook niet. Maar we gaan het zien. Op weg naar huis. En je ziet ons zo thuis. Wij zijn thuis aangekomen en we hebben een hele leuke en gezellige dag gehad. Dus ja goed, in ieder geval, het eten was ook heerlijk. Lekker smikkelen en smullen. En ja goed, bij deze ga ik dan de vlog afsluiten. Linda is beneden, Daan is zich aan het douchen. En ja goed, ik ga me ook zo heerlijk lekker douchen. Dus bij deze zeg ik dan, laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zouden we hartstikke leuk en fijn vinden. En vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. En als je dat doet, dan mis je nooit een video als ik die online zet. En in ieder geval, wat Linda ook altijd zegt. Blauwe duimpje. Abonneer even op ons YouTube kanaal. En druk even op belletje. Dan mis je nooit een video van ons. Dus in ieder geval, namens mij, Linda en Daan. En de kat ook. Ja, die wensen we jullie allemaal toe. En dan gaan we bij deze de vlog gaan we dan afsluiten. Dus in ieder geval, toi toi toi. En tot morgen in een gloednieuwe vlog. Doei! Namens mij Linda en Daan nogmaals. Doedeloe en de kat. Want die hoort er ook bij. Doei! Onze filmster.